Hartelijk welkom allemaal op onze jaarlijkse ontmoetings- en conferentiedag. Ik sta hier vandaag met gepaste trots. Laat ik eens vriendelijk en vrolijk beginnen, dacht ik van de week. Jullie kennen me. Deze dag heeft een bijzondere inhoud en staat een beetje symbool voor waar ik de komende paar jaar met Carmel naartoe zou willen. De afgelopen vele jaren werd een groot deel van deze dag gevuld met presentaties en workshops van externe adviseurs. Heel mooi, heel waardevol, maar soms ook wel eens een beetje voorspelbaar. Zeker de laatste 1, 2 jaar hoorden we dat wel terug. En bij de voorbereiding van deze dag, en dat begint al in feite een beetje zo oktober, november, heeft het convent van schoolleiders zelf bewust de handschoen opgenomen. Ze zeiden, wij zijn in staat deze dag zelf als Carmelscholen inhoud te geven. We hebben de afgelopen jaren met elkaar zoveel geïnvesteerd in professionalisering. Er lopen zoveel mooie verbetertrajecten en innovaties. Juist ook in het kader van de thema's van Koers 2014, onze gemeenschappelijke ambitie. Wij garanderen het college dat 17 april 2014 een prachtige invulling krijgt. Met bijdrage uit al onze scholen. We maken er een interne Carmel kennismarkt van. En motiverend en uitdagend onderwijs is heel erg hard nodig. Want het aantal jongeren tussen de 20 en 24 jaar wat geen startkwalificatie heeft, dus geen HAVO, VWO eindexamen of op het niveau van MBO 2, was in 2012 de laatste cijfers 9%. Dat is echt voor een land als Nederland heel erg hoog. En dan gebeurt er dus iets in het onderwijs wat daaraan vooraf gaat. Ik ben Bianca Koen en ik ben teamleider op het TBL, een onderdeel van het Hooghuis in Os. En ik ben Ilja Arts, ook teamleider op het TBL van het Hooghuis bij de HAVO Bovenbouw. Jij van het VWO Bovenbouw. Ja. We hadden het er vanmorgen al even over dat wij het leren van elkaar, een professionele lerende organisatie, waarom in Rijk vanmorgen ook weer op terugkwam, dat we dat nu eigenlijk in een paar jaar, dat we hier nu naar die schoolleidingendag komen, ook wel een mooie rode lijn in hebben gevonden. Ja. Want twee jaar geleden? Twee jaar geleden ben ik hier naar een workshop geweest over het datateam. Hebben we kennis gemaakt met het datateam. Hanadi heeft die workshop toen gepresenteerd. En dat maakte al wat los. En dat bracht ons al op ideeën van, hey, daar kunnen we misschien wat mee. Nou, vorig jaar ben jij hier in gesprek geraakt over het datateam. Nou, sterker nog, toen hebben we hier op het terras tijdens de lunch ook het onderzoeksvoorstel geschreven en ingestuurd. En hebben als reactie gekregen, jullie mogen starten met een datateam op jullie school. Wij waren zo handig om te zeggen, daar willen wij dan ook wel in. En inmiddels draaien wij nu een paar maanden met ons datateam op onze school. En vandaag was er dus weer een workshop waarin de rol van de schoolleider in zo'n datateam onderzocht is en nu ook besproken werd. Dus eigenlijk is het gewoon mooi om daar nu weer... We hadden wat te vertellen. We konden kennis delen. Er zaten ook mensen bij die nog meer ervaring hadden. En ook mensen die helemaal geen ervaring hadden. Dus het was een interessante discussie net. Nou, we hebben ook gemerkt inderdaad dat we hebben nu kennis. Die kunnen we delen. Maar ik ga hier nu ook weer weg met het idee dat wij het ook weer een beetje anders kunnen doen en het nog veel beter kunnen doen. En dat komt omdat er collega's bij zitten die inderdaad heel veel meer kennis hebben en dat dan ook weer met ons delen. Dus het is wel een inspirerende workshop, was het weer. Ja, was goed. Zeker. Wat voor mij heel belangrijk is aan een Carmel Schoolleidingendag is het leren met elkaar. En de dimensie die er dit jaar aan toe is gevoegd, het leren van en met elkaar, is voor mij een hele, hele grote meerwaarde. Ik denk dat het heel prettig is dat wij zien wat er op andere scholen gebeurt, dat we daar ook van kunnen leren. En dat we dat in gezamenlijkheid doen, maakt het ook allemaal weer laagdrempelig. We weten elkaar nu ook te vinden na zo'n dag. Kortom, tot dusver pure meerwaarde. De Schoolleidingendag Carmel 2014... is nu al een succes te noemen. Waarom? Omdat er kennis gedeeld wordt binnen de Stichting Carmel College. We hebben een brede inleiding gekregen van onze voorzitter van het College van Bestuur, van Geert ten Dam vanuit de Onderwijsraad. En daarna werd de Carmel kennis intern gedeeld met collega's. En deze kennis gaat over verschillende onderwerpen die onze schoolleiders al hebben en waar andere schoolleiders weer hun voordeel mee kunnen doen, omdat ze op deze manier professioneel groeien zelf, maar ook de kennis kunnen gebruiken binnen hun scholen voor onderwijsverbetering. Een van de onderwerpen waar we veel nadruk op willen leggen. Op deze wijze vermeerderen we de kennis
binnen onze scholen. Omdat de mensen de kennis meenemen en ook verder met elkaar weer creatieve oplossingen bedenken voor datgene wat ze tegenkomen aan onderwerpen, aan uitdagingen. En oplossingen voor problemen zien die anderen al opgelost hebben en kunnen kijken wat bij hen past. Ik vind dit een hele inspirerende dag voor de stichting, omdat de core business, de kern van waar het om gaat, namelijk het leren, centraal staat. En niet alleen het leren van de leerlingen, maar ook het leren van de leraren, van de docenten. En dat vind ik het eerste punt. En het tweede is een goede mix van buitenaf. Een prachtig verhaal over hoe je kunt verbeteren in het onderwijs van buitenaf. Iemand die heel goed wist wat er om ging. Maar tegelijkertijd vanuit binnenuit, vanuit de stichting, initiatieven die de zaak omhoog helpen, verder helpen, verbeteren. Dus dit tot nu toe prachtig. Ik ben hier vandaag voor het eerst op de schoolleidingendag van de Carmel. Ik ben hier als docent en vanochtend heb ik een presentatie gehouden. Wat ik vooral heel erg leuk vind aan deze dag is dat je collega's ziet, dat je ervaringen uitwisselt. En dat het vooral heel erg mooi is dat ze dit jaar voor het eerst eigen docenten van de Carmel, van verschillende scholen, hebben gevraagd om de presentaties te houden. Zo hou je het dicht bij elkaar, zo kun je leren van elkaar en zo kun je ervaringen uitwisselen. Nou, ik denk dat we een hartstikke goede dag hebben vandaag. Ik was heel erg blij met de keynote speaker Geert en Dam. Ik denk dat ze heel erg de noodzaak aangaf voor een gedeelde visie en een gedeeld doel. Ik denk dat deze dag bij uitstek geschikt is om bij elkaar in de keuken te kijken. Van waar ben je mee bezig? Wat kan ik daarvan leren? En ik denk ja, met name de noodzaak. De realisatie, waar gaan we naartoe met z'n allen, waar leiden we voor op? Hoe gaan we dat vormgeven, hoe gaan we daar handen en voeten aan geven als onderwijsorganisatie? En hoe doen we dat kamelbreed? Ik denk dat dat met name de winst is van zo'n dag, om het daar met elkaar over te hebben.